Ja, hallo allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Marco Dreyer en ik ben de cultuurvlogger. Vandaag gaan we op pad naar Utrecht en ik neem jullie natuurlijk mee. Het is heel leuk, want we gaan iets nieuws doen. Of in ieder geval, ik ga iets nieuws doen, dus ga ik ervan uit dat het voor jullie ook nieuw is. Ik ga naar Landgoed Amelisweerd en daarop staat Landhuis Oud Amelisweerd. En daar is nu de tentoonstelling Gardening te zien. En als ik het goed heb begrepen, is het een tentoonstelling waar de relatie tussen mens, natuur en technologie onderzocht wordt. Of er wordt gekeken van wat als er gebeurt als we meer ruimte geven aan de natuur. Of als we het bekijken vanuit de invalshoek vanuit de rivier of de bossen. Er wordt daar volgens mij nu nog steeds gedemonstreerd. Af en toe tegen de verbreding van de A27, omdat er dan een stuk bos moet verdwijnen. Of niet, dat las ik, dat om dat stuk daar gaat. Dus ja, ik ga daar zo meteen heen. En ik neem jullie gewoon gezellig mee. En er is geloof ik ook nog in het landhuis zelf een tentoonstelling van Centraal Museum Utrecht. Het is trouwens bij Utrecht, net onder Utrecht. Dus daar ga ik gewoon ook een kijkje nemen en ik neem jullie gewoon gezellig mee. Maar ik ga me eerst nog even, denk ik, een koffietje zetten en even wat. Want ik heb nu een soort outfit aan. Een soort thuisoutfit. Dus kijk gezellig mee naar deze nieuwe vlog en dan gaan we op ontdekkingstocht. En omdat ik geen auto heb en dit landgoed volgens mij. Ik zag dat het bereikbaar was met het OV, maar ik heb afgesproken dat ik daar rond 12 uur zou zijn. En het duurt zeker altijd wel een paar uurtjes voor mij om te vloggen. Dus, dacht ik, voordat ik met een trein en een bus zo moet, doe ik vandaag even mijn ritje met de leenauto. Met een huurauto, zoals gezegd. En dat is eigenlijk altijd heel handig, moet ik zeggen. Ik heb al mijn rijbewijs 10 jaar of zo. Maar ja, het is altijd handig als je gewoon een auto zou kunnen pakken. Kijk, daar is ze al. Ik neem altijd een My Wheels. Of nee, altijd voor buiten de stad. En ja, even kijken. Je kan gewoon, kijk, met de app start rit doen. Geen schade, ik heb al een rondje gelopen. Bloop. En de auto openen. Pam, kan ik naar binnen. En ja, dit lijkt een beetje op een reclame, maar dat is niet zo. Betaal dit gewoon. Maar ja, zo kan ik wel met deze auto makkelijk op plekjes komen waar soms wat lastiger is. Maar ik merk, eigenlijk de meeste culturele dingen zijn echt wel bereikbaar, ook met het OV. Ik zag dat ik hier met een trein moest en dan met een bus. Maar voor vandaag was het qua tijd net even iets makkelijker om met de auto te gaan. Dus ja, ik doe trouwens niet aan vloggen en rijden tegelijk, want daar hou ik niet van. Ik rij altijd en dan doe ik niks anders. Dus ik zie jullie in Utrecht. Zo, ik ben geparkeerd. Het was ongeveer 40 minuutjes rijden, denk ik. Het is dus in Bunnik. En dit is de parkeerplaats waar je staat. En je komt daar, zeg maar, binnen. En dan ja, is hier, zeg maar, zo de oprijlaan.
En dan daar, als het goed is, achter het groen, is het landhuis. En ik zag net al best wel wat mensen over de oprijlaan lopen. Maar goed, ik ga even spullen pakken. En gaan we kijken. Oké, nou, ik heb mijn rugtas op mijn rug gedaan. En hier is, kijk, welkom bij de landgoederen Amelisweerd en Rijnswoude. En nu, kijk, ik sta hier geparkeerd. En we gaan het dan in deze oprijlaan doen. En hier is nu de tentoonstelling. Maar zoals je ziet hier op de kaart, zeg maar, dus hierachter, is dit hele gebied allemaal krit. Dus hier is blijkbaar nog een huis, nieuw Amelisweerd. Dan hier heb je nog zo'n landhuis, Rijnauwe. Hier is blijkbaar Fort met Rijnauwe. Wist ik niet, maar ik zag wel ook op het kaartje net dat hier ook het Waterlinie Museum is. Dat heb ik een keer gezien bij iemand voorbij zien komen. En dat leek mij ook interessant. Dan ga ik dat niet vandaag doen, dat is lekker voor een andere keer. Maar het is goed om te weten waar dat is. Maar volgens mij is dat aan de andere kant van de weg. Maar goed, aan de achterkant zie je al het huis. Even kijken. Oh, wij gaan naar Oud-Amelisweerd. Kent een bijzondere combinatie van de 18e eeuwse formele pakstijl met lanen en de 19e eeuwse landschappelijke parkaanleg met waterpartij en slingerende paden. Nou, we gaan eens even kijken. Dit. Ik moet overigens ook best wel nodig plassen. Nou, zijn we in het bos? Waar zal me gedragen? Nee, het huis is daar. Kijk. Kijk, zie je? Ik weet niet of jullie dit zien. Is dit te ver weg? Nou, het is denk ik, wat is dit, 100 meter? I don't know. Je bent er zo. Nou, dit is dus landhuis Oud Amelisweerd. En er is dus rondom en in het huis een tentoonstelling. Ja, hier is de poster. Tentoonstelling over natuur en technologie. En dus van het Centraal Museum is er een solo tentoonstelling van kunstenares. Kunstenares. Maakt echt niet uit. Amy Dikke. En die is tot 21 augustus, die is iets langer, want de natuurtentoonstelling is tot 31 juli. Ik zit hier al helemaal in de natuur, want ik heb geloof ik een spinnenweb op mijn elleboog. maar er vliegen hier echt heel veel bijen, vlinders. En ik zie hier dus een soort oprijlaan. Kijk, jullie, of nou ja, de verder het park in, daar zo. Dit paadje hier. Prop, wat er echt heel uitnodigend uitziet. Maar goed, we gaan eerst eventjes naar binnen, want dan kan ik waarschijnlijk ook plassen. Oké, ik heb net dit boekje gekregen en kan ik jullie wacht, weet je wat? Ik zet jullie gewoon even in de kluis neer. Oké. Luister, ik heb net het boekje gehad. Hier staan alle de namen in ieder geval van de kunstwerken in. En de looproute. Kijk hier. En hier staat dus op de begane grond is gardening. En op de zon is gardening. En Amy Dikke is dus op de eerste verdieping. Oh, er is ook nog een tuin. Ja, daar zag ik al dingen staan trouwens. En er zag ook nog, oh, er is ook nog een kelder. Dus dat is leuk om te zien. En het idee is dus,
Hier zit een ponskaart in. Zo'n ponskaart waar je dus dingen heen, doorheen kan duwen, gaatjes. En het idee is dat dus natuur, technologie, kunst, analyse, cultuur. En het idee is dus dat je bij elk werk nadenkt wat, waar zit het op het spectrum, zeg maar. Dus meer cultuur, dus een analyse, natuur, waar wil je het zetten? En aan het einde is er blijkbaar een kunstwerk waar je dit neer kan zetten. En dan kan je bij jezelf denken, wat is mijn plekje dus op het spectrum met van de natuur en hoe ga ik daar zelf mee om? Dus ja, laten we... Ik neem jullie gewoon zelf mee. Ik ben helemaal... ik ben gewoon benieuwd. Ik zag trouwens ook dit staan. Hier, Landhuis Amersmeer vertelt dat er ook een audiotour is over het huis zelf. Maar die doen we niet vandaag. Alhoewel. Ik moet even kijken hoe het zit in de tijd, hoe lang ik jullie bezig ben. Maar kijk nou. In het huis zit gewoon een oude lift. Waar je dan zo in ging. En dan staat hier. Niet hoger te belasten dan 100 kilogram. Maar er zit gewoon een lift in dit huis. Oké, wat fancy. Oké, jongens. Het eerste. Oké, ik ben in de eerste kamer en deze kamer is vooral gericht op de geschiedenis van Amelis Weert. En ik moet zeggen, ik vind het heel slim gedaan, want er staat deze tafel staat zeg maar in de kamer, wat de kamer is. En hier zitten dus schermen in. Ik denk misschien gold zijn zwarte schermen. Maar hier zit dus de audio en hier staan dus allemaal dingen op schilderijen, China. En als je bijvoorbeeld China eruit trekt, dan krijg je hier... stukken behang uit China met informatie. Dan krijg je daar uit welke kamer dat dus komt. En hier begint dan de informatie over dat stukje kamer. En zo kan je hier van alles nog wat uittrekken en leren over de geschiedenis. Nou, hier gaat het over de VOC, waar het behang vandaan komt. En zo heb je dus hier al heel veel verhalen in deze kamer. Maar nu hoor ik al de hele tijd hier de vogeltjes fluiten. En nu is dat het naam van het eerste werk. Dus ik ga even kijken hoe dat... Hoe dat... wat het werk is. Oké, dit werk heet dus de Vogeltjeskamer. En jullie snappen echt wel waarom. Het werk is van Driessen en Verstappen. En het is dus zo gemaakt. Er is hier een camera of een sensorbeweging ding. En het is dus zo, als je langzaam beweegt, komen de vogelgeluiden naar je toe. En scharrelen ze in de rondte. En als je snel beweegt, dan worden ze dus zachter. En dan rennen ze van je weg. Dus eigenlijk is het... het systematisch opbrengen, of het artificieel opbrengen, dus het kunstmatig opbrengen, van iets wat normaal in de natuur gebeurt. En je kan hier ook helemaal gaan liggen en tot rust komen. En kijk nou, ja, dit is natuurlijk helemaal leuk, want deze kamer, kijk, dit behang, zit vol met vogels.
Ik vergeet bijna dat ik hier gewoon in een landhuis ben. Je krijgt echt dat natuurgevoel hier binnen. Oké, ik heb hier de pondskaart. Even kijken. Waar zal ik... Oké, natuuranalyse. Dit is... Ja, technologie. Technologie, natuur. Of is het meer kunst? Dus het zit voor mij ergens hier. Dus ik vind het meer technologie. Nou, ergens al hier in het midden, denk ik. Maar wel heel erg natuur. Dus wel dichtbij. Dus ik ga hier een gaatje prikken. Oké, kamer 2 is een prachtige kamer. En het behang is volgens mij het behang wat ik in de eerste kamer uit die lade trok. En hier zie je dus ook bijvoorbeeld wat eronder nog zit. Dus wat ze er overheen hebben gedaan. Dus volgens mij zit heel erg dat Chinese... hoe noem je dat? Behang. Kijk, dit zit er ook dan weer onder. Erover, nou goed. Wat ze met de VOC hierheen hebben gehaald. Nou is deze kamer, het kunstwerk heet Monstercode. En het is een poging om de beoefening te ontwaken die dusdanig is vergeten dat onze taal er geen woord meer voor heeft. De monsters in deze kunstwerken representeren verschillende krachten die Amelis Weert over de eeuwen hebben gevormd. En hier stond ook nog ergens het Latijnse monstrare. Dus dat woord monstrare. Dat betekent aanwijzen of tonen. Dus monsters in kunst wijzen vaak een soort angst aan of een voorbode voor iets. En daar heeft deze kunstenaar allemaal zo'n dingen bij geprobeerd. Ik ga ze niet allemaal voor aan jullie voorlezen, maar zo zien ze eruit. Wat trouwens goed is om te weten, is dat de toegang voor deze tentoonstelling op vrijwillige basis is. Dus er staat, als je binnenkomt, een soort apparaatje waar je gewoon je pinpas tegenaan kan houden. En dan kan je zelf bepalen of je wat doneert en hoeveel je wat doneert. Dus dat maakt het op zich wel heel toegankelijk, want dus zelfs voor een kleine portemonnee kan je hier gewoon langskomen. En ik zag ook bij de fietsenstalling hier best wel wat OV-fietsen staan. Dus er is ergens hier in de buurt een station waar je OV-fiets kan huren. Misschien Utrecht Zuilen of zo. Nou goed, er is dus in de buurt een station en mensen fietsen hierheen. Dus dat is ook goed om te weten. Ik heb dan vandaag de auto gepakt om praktische redenen. Maar hier, ik zie nu ook weer allemaal mensen aankomen fietsen. Dus fietsen kan ook. Wat ze in deze kamer hebben gedaan is echt mega tof. Oké, deze kunstenaar, die kunstenaarsduo is dit, Cream on Chrome. Zij hebben dus een digitale rechtszaal gemaakt eigenlijk. Dit natuurgebied wordt constant bedreigd door verbreding van de A27 of van een of andere snelweg die ergens moet komen. En er zijn natuurlijk heel veel stemmen of inzichten die je niet kan horen in een... rechtszaal. Kijk, natuurlijk mensen kunnen wat zeggen en dan krijgen we natuurlijk de mensen, de natuurliefhebbers en de mensen van hier van Amersfoort tegen de regering of tegen de lokale overheid. Maar wat ze hier hebben gedaan, net als in een rechtszaal, is dit eigenlijk het sprekersstoel hier. Dus hier staat nu niks. En dit zijn de rechten van al die natuurinvloeden die je niet kan horen. Dit zijn de
Vleermuizen. Dus hier zie je vleermuizen ingezaagd. Geïets, ik weet niet of je het hebt gemaakt. Water. Bomen. De grond. En het asfalt. En dan kan je dus bijvoorbeeld doen als bezoeker, dus je bepaalt zelf. Dus je kan een van die stemmen, die zet je zeg maar op de sprekersgestoelte. En dan begint hier op het scherm, krijg je hun stem te horen, of hun visie, een filmpje, een animatie, informatie. En zo kun je toch al die invalshoeken hier meekrijgen met wat het doet. Mega tof hoe je dat zo fysiek kan maken. Want nou ja, normaal wordt blijft het natuurlijk abstract. Wat vinden de vleermuizen hiervan? Ja, wat vinden de vleermuizen hiervan? Maar zo maak je dit dus toch heel tof. Ik heb ze alle vijf gezien. Maar goed. En dan aan het einde zet je hem gewoon weer terug. En dan kan je daarna de volgende de stem horen. Nou, ik vind het heel tof gedaan. Ja, tof. Nou goed, die andere stemmen gaan jullie zelf maar even lekker horen. En ik zie dus hier dus ook allemaal mensen. Ja, ik kan het wel even laten zien hier, denk ik. Kijk. Er zijn dus de hele tijd allemaal mensen hier aan het varen. Kanoën. Ja, ik wil eigenlijk ook kanoën. Maar ik ben er mee eens. Oh, in elke kamer. Maar dit is altijd die van die landhuizen. Die kamers. Echt, als ik een nieuw huis heb, ga ik daar ook over nadenken. Hoe ik mijn kamers heel tof kan maken. Nou goed, dit was volgens mij de laatste benedenkamer. En nu, ja, ga ik naar boven. Dus ik pak even mijn tas. Oh, en ik moet er even natuurlijk een klikje doen. Zo, ik ben aangekomen op de zolder. En hier staan ook nog een x aantal werk in één grote
ja, zolderruimte. Dus hier staat een werk, dan daar is nog een videowerk, zeg maar. Dan daarachter is nog een werk over het Amazonegebied. Wat interessant is op zich, want hier, dit werk gaat het om. En het is dus elke keer als er een blad transparant wordt, dan gaat er 128 vierkante meter. Zeg ik nou goed tegen de vlakte in het Amazonegebied? Of één... Ja, 128 vierkante meter gaat er dan tegen de vlakte. Nou, als je ziet hoe vaak dit werk knippert, dan zie je hoe snel dat Amazonegebied tegen de... vlakte gaat. Dus dat is... ja, hoe noem je dat? Schrikbarend. Dan hier op deze tafel hebben we een werk van Spela Patrick. Ik denk dat ze uit Slovenië komt, maar ik weet het niet zeker. Dat is wel grappig, want hier, zij heeft seksspeeltjes ontworpen voor planten. En die zie je hier. Want bijvoorbeeld deze plant kan zich alleen maar voortplanten als er een bij opkomt met een specifieke frequentie van vleugels, geloof ik. Of die schudt op een bepaalde frequentie. En alleen dan laat deze plant zijn pollen vrij. Maar nou is het zo dat die soort bij is uitgestorven. Dus nu heeft zij een soort technologisch dingetje ontwikkeld waardoor die frequentie wordt nagebootst. Als er een beest op land, waardoor alsnog de pollen hieraan vast worden gemaakt. En dat heeft dan bij de problemen van alle planten heeft ze dat opgezocht. En heeft ze dat verwerkt, zeg maar. Hier was nog een Japanse kunstenaar die weer leven opnieuw inblaast in dode planten. Ayoichi Kurokawa. En je hebt hier dus platgestampte planten en met glas eroverheen en werk maakt hij daar weer nieuw leven in. En wat ik deed dat vergeet is dat we dus eigenlijk ook in zo'n groot oud landhuis lopen. Ik vergeet het ook nog om me heen te kijken van, oh ja, wacht, we zijn nog in een oud landhuis. Ik vergeet dat helemaal, terwijl dat super tof is. Overigens is hier een film bezig de hele tijd. Drie films trouwens, op repeat. Twee wat meer technologisch gestuurde en hier eentje over slavenhandel in Senegal. Dus dat is ook heel tof om te, of nou ja, tof, interessant om te zien. Ik zal mijn woorden goed kiezen. En dit hebben we natuurlijk nu de hele tijd ingevuld. Ik heb dat net al gedaan de hele tijd. En hier kan je dus, kijk, hier hangen die van allemaal mensen aan de wand. Nou moet je dus per categorie die je hebt gekozen gaatjes tellen. En zoveel, even kijken hoor, volgens mij heb ik 4, 3, 3, 1. En zo vaak mag je dus aan deze katrollen draaien. En het is, er is sowieso geen fout antwoord wat je hier hebt gegeven natuurlijk. Maar het fijne is als het in balans is. Ja, en dat kunnen ze dus hier doen. Even kijken, dus ik hang mijn even op. Dus ik heb 4 bij technologie, 3 bij kunst en 3 bij analyse en eentje bij cultuur. Kan ik het hier? Oké, even kijken. Ja, en uiteindelijk wordt daar dus ook weer een soort kunstwerk van gemaakt. Nou,
Even kijken, ik heb net de eerste verdieping eigenlijk overgeslagen. Omdat ik... dat was die andere tentoonstelling. Kijk, en hier is dit videowerk nog. Maar goed, zo zie je meer, of zo krijg je mee, hoe al deze werken je over dingen laten nadenken. En natuurlijk klinkt het natuurlijk heel absurd. Ik kan natuurlijk heel erg makkelijk als titel geven, deze tentoonstelling. Ik ging seksbeeldjes kijken voor planten in... Ja, zo zou je het kunnen zien. Nee, maar het is heel interessant. Dat laat je heel erg nadenken over natuur. De problemen die er zijn in de natuur. Hoe er geen stem is eigenlijk. Voor de natuur zelf niet echt een stem, behalve natuurlijk als het uit balans raakt, dan krijg je overstromingen. En, dus, maar dat is eigenlijk al te laat. Wij moeten eigenlijk opletten dat wij de natuur in balans houden. En daar laat deze tentoonstelling me wel echt over nadenken. En ik hoop dat dat een beetje een doel is geweest, want dan hebben ze dat bereikt. Ja, en het is best wel een mooie tentoonstellingsruimte hier met al dit... groen wat ze hier hebben aangelegd. Dus ja, dit is ook een van de seksbeeldjes van de planten. Ik ga nog even op de eerste verdieping in de ronde kijken, of naar de tentoonstelling. Ik zal wel wat beelden maken, maar ik denk dat die gewoon lekker esthetisch is en dan moet jullie gewoon, ga ik waarschijnlijk niks over vertellen. Die moeten jullie gewoon zelf komen kijken. Maar dat is een solo tentoonstelling van Amy. Nou, ik doe de naam zo meteen nog wel even in beeld, dat komt nog goed. Ik loop dus nu door die solo tentoonstelling van Amy Dikke. En het is een hele toffe werk, alleen ik weet niet helemaal of het overkomt in beeld. Omdat, kijk, jullie zien dit, maar ja, kijk. Het is dus, ja, kijk, dat witte is dus de achterkant. Dus alles wat wit is, is een gat. En zij knipt dus helemaal kunstwerken in het werk. Ik denk dat dit niet overkomt in beeld, maar... Het is heel tof wel. Ik merk ook dat omdat die tentoonstelling gardening best wel overweldigend is. Het laat me heel erg nadenken, merk ik. Kijk hier. Misschien deze. Kijk, ik weet niet of je het hier goed kan zien. Maar omdat die tentoonstelling gardening best wel overweldigend is. En het veel laat nadenken. Zit je hoofd soms al vol. En dan komt dit er nog bij. Volgens mij, ik vind het dit heel tof. Maar ik merk bijvoorbeeld dat ik eigenlijk geen ruimte meer heb in mijn hoofd om nog een boekje te lezen bij deze werken. Maar ik vind hoe zij werkt wel echt heel tof. Ik zie mezelf zoiets wel aan de muur hangen. Oprecht vind ik het echt heel tof. Zo, ik ben weer buiten. Het is helemaal meer intens in de natuur nu. Nee, ik ben weer... Wacht even, mijn glas af. Ik heb de tentoonstelling gedaan. En ja, zoals je ziet, dus beneden heb je zeg maar hier die gardening tentoonstelling. En dan één heb je in het rondje dan de Amy Dikke tentoonstelling. Dus dat waren al die 3D werken. Waarvan ik dus denk dat je het op beeld niet helemaal meekrijgt. Kom vooral dus hierheen. En dus boven op zolder heb je dan ook weer die grote gardeningzaal die ik net zei. Die gardening tentoonstelling is tot 31 juli. Dus als je dat nog wil zien, moet je even snel een dagje hierheen plannen. En die Amy Dikke is tot, nou ga ik iets zeggen, 16 augustus. Maar wil je me daar even niet op vast? Check even bij het Centraal Museum of gewoon bij Oud-Amelisweert. Daar staat vast alle informatie. Ik zal ook hieronder gewoon even de linkjes op
bonken. Of klikken of zorgen dat je het kan vinden. Dat komt goed. Wat een toffe tentoonstelling. Hoe laat is het? Want ik moet die auto weer op een bepaald tijdstip terugbrengen. Oké, ik heb nog een uurtje. Eigenlijk wil ik nu even een kopje koffie doen. Of drink helemaal geen koffie, kopje thee. Om het even op me door te laten, in te laten werken. Maar er is dus ook nog, ik bedoel, je hebt en nog die monster ding hierachter. Maar er staan ook nog wat kunstwerken om het pand heen. Maar ik moet zeggen, ik ben een beetje vol met informatie. Wat doe ik? Ja, ik denk dat wandelen voor mij, dat komt gewoon een keer terug. En ik denk dat dat gezellig is om een keer met iemand te doen. Want ik vind het wel echt los van dit huis, wat gewoon heel tof is. Als ik een keer wil wandelen of zo, of een keer een dag denk, goh, ik heb even zin om lekker niks of met een podcast op rond te lopen. Dan is dit wel een goede plek, denk ik. Want ik ben ook een soort bos bij Baarn gaan lopen. Dat is ook een leuk gebiedje. Maar goed, als je hier dan zo'n leuk huisje hebt, zo'n soort koets, het zal wat koetshuis zijn, waar vroeger de koetsen stonden, waar je dan lekker koffie en thee kan doen of een lunch kan doen, dan is dat leuk. En je kan hier dus kanoën, dus ik vind dat helemaal leuk. Wacht goed, ik weet even niet wat ik wil doen. Wat ik wel ga doen, is gewoon deze vlog. Wat ga ik doen? Wat ik wel ga doen is... Ik denk niet hier wat drinken, want er staat een rij en als het terras helemaal vol zit. Gaat een rij? Verzin ik dat nu? Het ziet in ieder geval uit zijn vol terras en dan ga ik een plek innemen van mensen die daar gewoon kunnen chillen. Het is gewoon gezelliger als ik dit een keer met iemand doe. Ik ga gewoon een keer met iemand hierheen, dat is leuk. Ga ik even een kort rondje nog doen hier. Naar het bos? In het bos? Denk ik. Oh my god. Jongens, dit gebeurt zoals je hoofd helemaal vol is. Ik blijf ook. Ik vind dat werk met die rechtszaal. Dat is super goed werk. Ik blijf er helemaal over nadenken. Heel dat. En ik vind die sekstoys voor die planten. Doet me ook denken aan dingen. Dus. Dit is een goede tentoonstelling als het me aan de denken zet. Nou, ik ga gewoon een keer hier wandelen met mensen. Dat is goed. En het is goed om te weten dat ik hier ook gewoon met een OV-fiets kan komen. En dan ga ik nu gewoon lekker teruglopen naar de auto. Dat ga ik doen, jongens. Zo, ik ben weer thuis. Ik ga meteen de vlog die jullie net hebben gezien editen. Want ik heb beloofd dat hij snel online komt. Ook omdat de tentoonstelling maar tot 31 juli duurt. Maar dat betekent niet dat ik jullie niet aanraad om, zelfs al is de tentoonstelling over, om een keertje naar Utrecht te gaan. Naar Landhuis Oud Amersfeert. Dat kan zo met de auto. Je zag me net parkeren. Of gewoon met het OV. Pak je een trein naar... Moet je even uitzoeken welk station. Maar ik zag allemaal mensen met OV fietsen. En het is denk ik vooral... Misschien ook wel in de herfst, als het zo'n beetje zo herfstig is, heerlijk denk ik om daar te wandelen. Dan een kop warme chocolademelk te gaan drinken daar. Of zoals nu in de zomer, gewoon die tentoonstelling te gaan zien. En lekker door het landgoed te wandelen. Dus voor mij een enorm toffe ontdekking en fijn om te weten. Maar bedankt voor het kijken naar deze vlog weer, naar de Lelution. Bedankt voor het kijken naar de vlog. Vlog, cultuurvlogger. Naar de vlog vrijdag en naar deze cultuurvlog. Mijn naam is Mark Dreyer, ik was een cultuurvlogger. Wil je me nou supporten? Laat een leuke reactie achter. Laat weten wat je van vond of je het zelf op de planning hebt staan. Laat weten wat je van de tentoonstelling vond, of je het interessant vindt. Of je een keer gaat afreizen, hè, naar Oud-Amelis-Weert. En wil je me nou financieel steunen, dan kan dat ook via petje.af/decultuurvlogger. En vanaf 3 euro per maand support je mij en kan ik steeds meer toffe dingen gaan maken. En ja, support je mij gewoon. Dus bedankt voor het kijken naar deze vlog en ik zie jullie weer in de volgende vlog. Doei!